een van de mooiste plekken in Nederland om naar een voetbalwedstrijd te kijken. De Koel. En dit stadion is het decor voor een onvervalste Limburgse derby. Maar wel eentje die ergens om gaat. De enige wedstrijd die leeft vandaag in Limburg. Dit is de Limburgse derby. VVV ontvangt MVV. Nu is het afgestraft. Carl Johansson. Wat een spectaculaire goal van Sven Braken. Dekker de doelpunt te maken. Oh, dit lijkt toch echt meer op worstelen. Kijk nou eens. Leon de Kogel bij zijn debuut. De redding van Bogins en dan is het 2-1. En is het Ralf Seuntjes die scoort. En is er dus misschien echt maar één club in Limburg